Ik ben net oud genoeg om te weten wat gesprekken zijn. Mijn ouders aan tafel met kerstmis, dat is de sterkste herinnering. Ik was een jaar of zes en ik kende een paar woorden, maar die gebruikten ze nauwelijks. Papa en mama hadden het implantaat al wel. Ik had hem als baby gekregen, met 3 maanden was de norm. Maar vooral papa had er moeite mee. Hij en mama waren rond de eeuwwisseling geboren en spreken hadden ze moeten afleren. Net als met alles wat je in je jeugd leert, vond hij het spreken vanzelfsprekendheid. Een uiting van beschaving, een van de manieren waarop de mens zich onderscheidde van andere levende wezens. Ik weet nog dat hij me bij het kerstdiner een beeld stuurde van 3 holbewoners die nors en stil in een vuur zaten te turen. Ik had er niet echt een mening over, geloof ik. Ik kon heel tevreden eten en drinken en naar ze kijken en luisteren. En ik geloof dat zij het prima vonden dat ik niets zei. Tegen de tijd dat ik 10 was, wist ik niet meer hoe dat moest, praten. Mijn ouders waren inmiddels ook gestopt. Papa raakte depressief. 1 keer liep ik zijn werkkamer binnen en toen zat hij snikkend aan zijn bureau. En ik legde een hand op zijn schouder en hij gooide zijn armen om mijn middel en trok me tegen zich aan. Ik voelde zijn hete gezicht tegen mijn borst en zijn lijf dat beefde en sidderde van verdriet. En toen zag ik aan hem dat hij iets wilde gaan zeggen. Hij opende zijn mond al om het geluid voor te brengen, maar hij bedacht zich. Kennelijk kon hij de emotie net genoeg beheersen om rekening te houden met mij en de stilte die ik nu eenmaal gewend was. Ik stuurde hem omhelzingen en hartjes en opgestoken duimpjes en vrolijke emojis en dat leek hem heel even op te beuren. Heel even maar. En toen was het alsof in zijn hoofd een beschermende muur werd afgebroken en paniek binnen kwam galopperen. Ik moest hem wel tijdelijk blokken. Ik was pas 10 en ik kon dat soort volwassen denkbeelden nog niet aan. Die avond bracht mijn moeder me naar bed. Ze streelde mijn haar en stuurde me een fantasy-avonturenverhaal. Het was officieel voor 16 jaar en ouder, dat wist ik omdat een vriendje hem al een keer had doorgestuurd. Maar ik begreep dat ze het deed om me te troosten. Om wat er met papa was gebeurd. En dus zei ik niets en ik liet me door draken en 11 oorlogen meeslepen tot ik in slaap viel.